Top, ik heb ze gefeliciteerd. Jee. Dankjewel jongens. Hey Jules, gefeliciteerd met Topvissen met 1-jarige bestaan. En dat er nog zoveel jaren bij mogen komen. We zijn hier Topvissen meeting bij Heidemeer. En er zwemt een klein karpetje in een heel ondiep stuk. Ondiep. Het lag eerst vlak voor de kant, we hebben hem een beetje verschrikt. We waren aan het roofvissen. Maar het is goed te zien, denk ik. Zijn jullie karpen? Nee. Er zitten karpen hiervoor. Jullie komen ook op topvissen hoor. Hier, zie je hem? Ja. Zie je hem? Hiervoor. Blijf bewegen. Ja. Proberen. Weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Ik heb toch geprobeerd. Ging wel bijna. Ik vraag me nou echt af wat voor een is. Wat heb je al gevangen? Nee, niks. Ja. Mooi. Ah! Jammer! Ja, namens Sportvisserij Friesland, Tiger Lokweeske, topvisser. Klasse. Dank. Dat is een mooie manier van vissen. Moet je hem even laten zien, man? Heb je een dikke rups, kan je wel een dikke rups. Wat heb je gevangen? Hege erbij. Even stil aan. Ja, dat wil ik. Doe maar op. Waar is die? Ik heb er nog meer hoor. Ja, echt? Ja, oké. Okay. Oké, okay. Even kijken. Weg zijn. Oh ja. Ik heb die kikker in die pad gevangen. De kikker is het grootst. Goed bezig. Ja. Ik vang de snoep aan en ik kan de schoot erop. Ja. Ook leuk. Ik vind dan wel met die Rapala joint, die dubbele, dat vind ik ook wel grappig. Zo'n dubbele beweging. Dat zou heel knap zijn dat je met een hand kunt vangen. Job, wil je nog wat zeggen? Ja, topvisser, geweldig. Nee, moet je even kijken en even enthousiast doen. Enthousiast, joh. En doe jij het? En jij dan? Ja, gefeliciteerd, heb ik al gezegd, maar nog een keer. Die van wie? Topvisser.nl. Heel goed. Jij ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi, man. Goed zo.
Ik ben Jesse Bergsma. En Jesse, wat is er gebeurd? Ik heb net een snoek van 61 centimeter gevangen. Waarmee? Met dat ding? Nee, deze niet. Okay. Met de hengel van de meneer op de boot. Oh, met Jouke? Ja. Oké, okay. Hey, gefeliciteerd. En je ziet je filmpje op Topvisser. Moet je toch Topvisser even feliciteren? Ja. Dan zeg maar Topvisser gefeliciteerd. Topvisser, gefeliciteerd. Jee, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Jules geweest hier met 1 jaar, hè? Goed zo. Met 10 erbij. Topvisser, gefeliciteerd met de eerste verjaardag. Jeroen, we hebben echt verschrikkelijk gemist met iedereen. Gefeliciteerd hè, Topvisser. Jee. Ja. Het sorteert wel. Oh. En erop? Ja. Acrobatiek. Hoppa! Hij springt er bijna in de boot. Natuurlijk beter. Zo! Ja, in ieder geval fanatiek. Het zou ook wel diep zijn, of wel ondiep en op temperatuur. Zo! Ja,
moeilijk om stil te houden. Hier. Dat is leuk om op film te hebben. Ja. Drie sprongen erop. Ik kan bijna niet stil houden. Zo ver ingezoomd. Q-greep in één keer. Is het niet als je binnen doorwerkt naar elkaar gaat vissen? Dan moet je helemaal weer omheen lopen. Zou je er toch omheen moeten lopen? Ja, of jammer. Nou, het is een beste stuk. Nou, 80 centimeter denk ik. Zoiets. Echt leuk volk, joh. Ze voelen zich heel wat. Ja, oké. Ja, cool drankje. Ja. Ik denk dat ze wel gewoon lauw zijn. Het is gewoon koud, maar niet beide. Oh, 70? 75? Nee. Hè? Is dat een mooi boot? Ja, zeker. Zo, keer met de camera. Oh! Oh, ja, oké. Hij heeft wel groot opgezet, Marcel. Ja. Ja, maar het zou eerst groot, hoor. Nou ja, ik keek ook nog toch een beetje naar internet, naar die aanmeldingslijst. Ik kon een beetje oriënteren. Hoeveel ouders ze gaan vragen? 75. Maar er zouden ook gewoon lui zomaar komen en zo. Ja. Er zijn nog een paar bekende kuipervissers er net bij. Martin Post en zo van PB en zo. Ik zal gewoon eens die kant oplopen. Ga ik nog wat hebben? Zeg maar dat ik ook weer terug ben om 5 uur. Wat zei je dan? Als ik nu naar het karpenvissen ga, ja? Kan ik dan nog makkelijker redden? Jawel. Het is niet dat wij in één keer om 5 uur weg zijn, hoor. Nee, maar 5 uur was het. Hè? Ja. Hoe is het goede doel eraf gekomen, Jules? Ja, hartstikke goed. We hebben even kijken. 100, 200, 300, 400, 500. 525 euro opgehaald voor het goede doel. Fantastisch. Ga lekker. Even kijken.